Welkom op de tentoonstelling Art Spring Aichem Blossoming. Vandaag 25 of 26 mei 2024. Mijn naam is Jan Scheers. Het is de eerste keer dat ik in Aichem mag exposeren. En sinds kort ben ik dus inwoner van dit fantastische mooie dorp met zeer vriendelijke inwoners. In deze zaal Torengalm zal ik u een gedeelte van mijn werk laten zien van de laatste 30, 38 jaar dat ik teken, schilder en waar ik enkele werken bij elkaar heb gebracht die voor de eerste keer samen in eenzelfde ruimte te zien zijn. Ik ben net 50 geworden, dus dit jaar 50 jaar. Betekent toch wel dat je filosofisch, psychologisch met dit getal wel bezig bent. En het is de aanleiding geweest voor mij om een drieluik tentoonstelling te doen in Berlijn. En van deze tentoonstelling zijn hier nu verschillende werken te zien. Waaronder enkele zelfportretten. Het zelfportret is een analytische weergave van het kijken naar jezelf in verschillende manieren. Zo kan u hier bijvoorbeeld een sculptuur Het Koraal vinden of een echt zelfportret. Maar ook het grote verfrissende werk The Forest, Het Bos, is in wezen een zelfportret. Dit werk heb ik gemaakt omdat dit zicht ik had toen ik hier kwam wonen in Aichem. En ik werd onmiddellijk verliefd op deze plek. En ik voelde dat ik hier echt wou wonen. En toen ik deze mooie beek zag met die bomen erbij, ja, daar werd ik gewoon helemaal geïnspireerd om dit werk te gaan maken. Het is een gerecycleerd werk met allemaal afgedankte stoffen. Over recyclage hebben we het zo dadelijk. Een ander belangrijk werk is Het Vlot van de Lampedusa. Dit werk heb ik geschilderd in 2015 naar aanleiding van de tentoonstelling Kamers voor Kunstenaars op de Mechelse Steenweg. Dat was een tentoonstelling waar verschillende huizen werden bezet met meerdere werken. Dit werk heb ik specifiek geschilderd naar en door de inspiratie die ik heb gekregen bij het werk van de Géricault, tentoongesteld in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Gent in 2014, met daaraan gekoppeld een tentoonstelling, een fototentoonstelling die ging over de vluchtelingenproblematiek op het eiland Lampedusa. Dit tegelijkertijd gekoppeld aan de toen voor mij zeer overheersende indruk die ik kreeg, die sociale media met zich teweeg bracht. Iets waar ik nu zelf tamelijk onderhevig aan ben geworden, zoals zoveel mensen onder ons. Ik zou zeggen, lees de tekst. Bij elk werk is er een bepaalde tekst voorzien. Sommige werken hebben geen tekst, maar niet elk werk hoeft uitleg uiteraard. Ik laat u leiden door de tentoonstelling. Bekijk de manier waarop ik vroeger schilderde, zoals in het werk Hotsi Totsi, nu al bijna 25 jaar geleden. Of veel langer. Werken zoals Machten, maar namelijk waar kardinalen, bankencrisissen, de Vos Reinaert, portretten zoals Jan de Cler, maar ook zeer kritisch werk zoals De Spitsuurvrouw of Fake News, The Journalist of It's All Junk, dat dan in contrast staat met mijn graag geziene jaren 20 stijl dat zich afspeelt in Baars. Misschien kan u vanavond of heeft u gisteren de live performance gezien
die ik dus zal uitvoeren in de Torengalm. Misschien kan u genieten van de beelden. Namelijk, dat zijn allemaal papier-mâché beelden die ik maak van mijn boekhouding. Elk jaar moet je je boekhouding bijhouden en na 7 jaar mag je die weggooien. Wel, die wordt allemaal gerecycleerd. Ook de tekeningen die ik maak zijn ofwel op theater gemaakt of in live omstandigheden. Ik zou zeggen, zeer hartelijk welkom. Geniet van de tentoonstelling. Mocht u vragen hebben, kan u steeds bij mij terecht. Ik dank u hartelijk dat u gekomen bent naar deze tentoonstelling en misschien mogen we elkaar straks begroeten. Aartspring Aichem, Blossoming 2024, Torengalm Aichem.